Kijk, heel mooi het hoofdje naar beneden. Dus dat is fijn. Als je straks gaat bevallen, ligt de baby in de goede positie. Met het hoofdje keurig beneden. Als je dan naar boven beweegt, gaan we daar zo meteen even zoeken waar deze kleine zich nou weer verstopt heeft. Zien we daar heel mooi een hartje kloppen. En dat hartje kunnen we ook heel mooi in beeld brengen. Want dan gaan we er een kleurtje aan geven. En dan zie je heel mooi hier een blauwe en een rode stroom. En dat is eigenlijk de hartstroom van de baby. Nou, mijn naam is Pia. Ik ben verloskundige in Leeuwarden. Ik heb een duopraktijk samen met mijn collega in de stad Leeuwarden. Een kleinschalige praktijk. Wij vinden persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Dat is ook waar de mensen voor komen. Eigenlijk uit alle lagen van de samenleving komen mensen bij ons. Waarom kiezen mensen voor ons? Omdat wij gewoon alles onder één dak hebben. Alle echo's maken we zelf. We doen het spreekuur zelf. We hebben sinds een half jaar ook een mobiel echo-apparaat. De V-Scan Air. Superleuk apparaat waarbij je thuis ook echo's kunt maken. Tijdens een bevalling, bij prille zwangerschappen met bloedverlies. Eigenlijk is dat waar onze mensen voor kiezen. Dus ja, superleuk. Nou, we hebben een V-Scan. Dat is dit apparaatje. Dat is van GE. We hebben het een half jaar geleden ongeveer aangeschaft. Zodat we ook in de thuissituatie echo's kunnen maken. Bij een bevalling, als iemand bloedverlies heeft, als iemand ongerust is. Op die manier kun je mensen heel makkelijk geruststellen. En ook voor onszelf is het gewoon heel erg fijn om net even wat extra informatie te hebben tijdens de bevalling, tijdens een ligging. Noem het eigenlijk maar. Je kan het zo gek niet bedenken, maar die V-Scan, ja, het is echt super handig. Soms is het handig om te weten of de baby misschien net verkeerd omligt. Dat het een sterrenkijker is. Als je dan met de V-Scan kijkt en je ziet oogkassen, weet je meteen, oh, het kindje ligt verkeerd om. Of wanneer je de vliezen gebroken hebt en daarna vordert het niet. Of het hoofdje daalt ineens niet meer in, terwijl je dat in eerste instantie wel gedacht had. Dan kun je even met de echo kijken van, goh, waar ligt het hoofdje van de baby eigenlijk? Deze stop je zo in je broekzak. Je hebt je tablet erbij. Je hebt het beeld op je tablet of op je mobiele telefoon. En het is gewoon super makkelijk in gebruik. Je hebt geen snoertjes, je hebt geen draadjes. Je hebt verder helemaal niks nodig. Nou, we hebben een heel makkelijk hufterproof apparaat. Maar hoe fijn is het om hem te vervoeren in het doosje? Je doet het doosje dicht en je stopt hem in je tas. Heb je hem nodig? Je maakt het doosje open, pakt de V-Scan eruit, zet hem weer aan. En hoe fijn is het? Ideaal. Dit apparaat is oplaadbaar draadloos, super handig. Nu hebben we hem in stopcontact op de praktijk liggen. Maar een plat schijfje, je legt er maar bovenop. En hij kan ongeveer 24 uur mee. En na 24 uur moet hij weer opnieuw opgeladen worden. En is hij opgeladen, dan pak je hem er weer af, je stopt hem terug in zijn doosje en je neemt hem weer mee.